Als je aan de slag gaat met videomontage, dan is het superbelangrijk dat je netjes en gestructureerd werkt. Ik hamer altijd op het niet zomaar ergens opslaan van je Premiere Pro projecten of je DaVinci Resolve databases. Laat nooit zomaar ergens in je downloads je assets achter, want bij die reuze opruimbeurt ben je ineens alles kwijt. Met als gevolg dit soort rode schermen. Structuur bedenk altijd aan met Postheist, een gratis tool, en ik laat je graag even zien hoe dat werkt. Dit is de website van Posthaste, het gratis tooltje wat je dus kan gaan downloaden voor Mac of voor Windows. En de link vind je in de omschrijving van deze video. En als je dat hebt gedaan, krijg je dus dit pakket geïnstalleerd. En daarin kan je al gelijk op basis van een template een project aanmaken. En die maakt dus voor jou een folder structure aan. Dat doet hij aan de hand van templates. Ik zie hier al een aantal templates staan en met verschillende structuurtjes net voor wat voor een project je aan het maken bent. Um, en je ziet ook dat je hier ook diverse standaard projectbestanden ook in kwijt kan. Dus super handig om hiermee jouw structuur te gaan opbouwen. Nou, laten we eventjes een nieuwe template maken met het plusje. En die noem ik even uh, demo-temp. Um, voor nu. En in die demo temp, ja, die is nu nog helemaal leeg. Daarin wil ik zelf een structuur gaan opbouwen. En die structuur die vind je eigenlijk ook weer hier achter in Premiere Pro. Ik heb hier al een project openstaan met een diverse set aan mappen: um, 000 Sequence, uh, Original Video, Graphics, nou een hele rits aan bestanden die ik zelf heel prettig vind om altijd te hebben. En ik push mezelf om daar ook steeds het materiaal in te importeren, in het juiste mapje. En zo houd je lekker overzicht. Nou, dit bestand waar verder niks in zit, behalve deze bins, die sla ik op als een template. En die ga ik dus ook gebruiken in Postheast. Dus terug naar Postheast. En we gaan deze structuur ook opzetten hier aan de rechterkant. Met het plusje in mijn demo temp kan ik een nieuwe folder aanmaken. En dat is bijvoorbeeld die 000. Sequence. En uiteraard ga ik hier diezelfde mappen aanmaken. Net zoals in Premiere Pro. Ik heb hier zelf ook ervoor gekozen om het mapje Projecten toe te gaan voegen. En daarin kan ik bijvoorbeeld ook mijn Premiere Pro bestand gaan opslaan. Dus die zit uiteraard niet hierin, maar wel hier in PostHeest. En daarin wil ik dus ook een standaard Premiere Pro bestand gaan opslaan. Nou, ik kan hier kiezen uit een aantal After Effects Premiere Pro bestanden. Maar ik heb er zelf eentje gemaakt. Dus ik importeer een file. Ik ga naar mijn template video en dan komt die ook daar netjes in te staan. Ik hernoem het bestand nog even naar template, zodat hij ook de naam gaat overnemen zoals die wordt gegeven in mijn template. En dit is eigenlijk de structuur die ik zou willen hebben. Nou, als ik dan nu het nieuw project ga aanmaken, dan kan ik hier kiezen voor mijn template: Demo temp. Ik kan aangeven welk projectnummer dit is. Nou, dit is mijn eerste project vanuit DemoTemp. Uh, ik kan mijn client gaan aangeven. Dat is algemeen of welke afdeling of bureau ik maar zou willen hebben. Mijn nou, projectname heet uh, post vind ik prima. Uh, de datum en de editor. Nou, eigenlijk allemaal netjes in orde. Ik kies voor Create Project. Dan vraagt hij waar wil dat nou gaan opstaan. Nou, natuurlijk op mijn SSD-schijf. Maak even een nieuwe folder aan. Demo. Vervolgens wordt dit de bestandsnaam 001 bureaucommunicatie als mijn client, hosthees als projectnaam en uiteindelijk de datum en de editor ook in diezelfde volgstuur meegenomen. Ik kies voor save en als dit nu de map geworden die is aangemaakt waarin dus al mijn andere mappen zitten en ook mijn project die ik natuurlijk gelijk kan openen. En dan vind je dus ook gelijk alle bins hier aan de linkerkant in de project bin. En kan ik dus bij de sequence een nieuwe sequence gaan aanmaken. En lekker van start gaan met mijn nieuwe frisse project. Kies voor oké okay en we kunnen beginnen. Ik hoop dat je hier wat aan hebt. Post heeft. vind ik echt super fijn om die structuur mee te bouwen. Uiteraard kan je het ook helemaal handmatig doen. Maar ja, wil je werken met templates, dan is dit wel echt super fijn. Tot de volgende!